Sponge Massacre. Het is een nieuwe horror game en ze zijn, oh mijn god, en ze hebben weer een nieuw hoorspel van SpongeBob gemaakt. Ja, dit soort games moet je nooit echt serieus met die mensen. Maar ja, misschien, wie weet, misschien gaat het ons echt verrassen. Het heeft wel echt die Rap Mist settings gewoon, echt. Ik weet niet of jullie die creepypasta kennen van die verloren SpongeBob aflevering. Ja, zoek het maar eens op, mijn internet is fucking nerd. Maar we gaan dus Sponge Massacre spelen met een nieuwe horror game. Ik heb er zin in. Moet ik op start? Oh shit. Oh shit, oké, okay, de story. Oké, okay. SpongeBob. Is het gone for too long? A very long time. It's been acting suspicious. The kidney bottom police got a call from Mr. Krabs. Reported strange noise coming from his home. The next day, Patrick, Squidward, and Sandy were reported missing. McKinney Bottom police decided to raid SpongeBob House. You play as one of the police officers of the McKinney Bottom police. Okay. Okay, these are the controls. Oh shit, daar ook een wapen. Left click to shoot. Nice, daar ben ik wel blij mee. We hebben dus iets ontspreid van. Oh shit, daar zijn we dan. Oh, ik schat ook gelijk, sorry. We staan dus bij het huis van SpongeBob. Okay, ik ga weer klaar. Bam. Bam. Kijk ze daar allemaal staan, man. Kijk deze gast ook staan. Dit boeit hem gewoon echt niet dat misschien ze hun leven ze wel afhangen. Oh god, ik wil eigenlijk niet eens sporten op huis in. Ik ga gewoon even kijken. Ik ga op. Oh, we kunnen hier niet eens heen. Dat is jammer. Ik dacht misschien kunnen we naar op doen, maar oh shit. Ik wil die krabburger. Oh, het is gewoon een het is gewoon een random krabburger. Oké, we gaan binnen. Zijn in het huis van SpongeBob mensen. Find 7 Krabby Patties to open the secret door in the kitchen. Met. Daar lag een Krabby Patty. Die zal wel niet meer trillen. Oké. Okay. Oh my god, waarom heeft de tv van SpongeBob een paars scherm? Oh god. Dit is een krabby. Nee, niet schieten hond. Echt, maar ik kan ze ook niet oppakken. Oké, is een spatel. Zijn koelkast, oké, okay, we kunnen nog niet veel doen. Maar die Krabby Patties zijn ook gewoon bedorven. Oh god. Oh mijn god. Nee, dat wil ik niet. Ik ben nog best wel bang. Oh, dat is dus de keuken, daar kunnen we dus niet heen. We moeten dus hierheen. Oh god. Oh! Wat? Hallo! Dat zal wel, oké. You picked up a Krabby Patty, oké, we hebben één van de 7. Ik weet niet wat de fuck dat was, maar... Gary! Oh my god, Gerrit! Of Gary? Gary? Oké, Gary slaapt gewoon. Oké, we hebben hier nog een Krabby Patty. Ik wil wel al die Krabby Patties, ik wil die secret exit aan de peuken wel bekijken. Allemaal omgooien. What the fuck, Patrick? Patrick, is alles goed bij je? What the fuck, Patrick? Programmer, hint. Turn on your flashlight with the F key. Ik had die ook nog echt niet aan ofzo. Oh my god. Oké, we gaan hierheen. Dus dit dan weer verkamer. Oh, Patrick is er vandoor. Oh. Dat is niet zo fijn. Waarom staan er zoveel fucking torens van wc-rollen? Is dit nou? Is het coronavirus ook in bikinibroek verspreid? Of zoiets? Of hoe je dat ook noemt. Wat de fuck is dit man? SpongeBob's werknemershoedje, petje. Van vakante krab, oké. Oh mijn god. Wat de fuck is dit allemaal? Fuck is dat? Leave. Ja, het staat ook gewoon ondersteboven, dus ik kan het ook niet lezen. Oké. Moet dit ook wat zijn? Nee. Maar ik ben al wel blij om mijn wapen. Oh mijn god, allemaal dozen met krabburgers op zijn. Oh mijn god.
Oh god, dat heb ik gedaan. Oké, top, we hebben de grapburg. Ik dacht even dat ik er niet meer bij kon. Ik weet niet hoeveel ik er heb. Wil je het ergens zien? Inventory? Nee. Geen toetswerk. Motherfucker SpongeBob, man. Daar ligt een dode. The fuck, was dat ook weer? Meer met een muscleman of zo, toch? Die twee superhelden of zo. Het was eigenlijk gewoon de Batman en Robin van Bikini Broek. Ik ben echt zijn naam kwijt. Nou ja, zijn naam zal in beeld komen. Daar is al een gang. En hier is al een gang. Well, fuck me. Ik ga hierin. Oh god, er ligt weer een lijk. Of niet? Nee. Sandy! Motherfucker! Sandy, nee! What the fuck? Oh! Plankton! Maak ik dat nou een geluid van plankton dat? Ja, ik ben het. Oké, ik ben het niet. Oké, what the fuck? Aan de ene kant is het best wel creepy, aan de andere kant is het zo belachelijk als wat. Dit is een fucking SpongeBob, man. Ik moet me echt denken aan die andere game, Rip Miss, die had ik opgenomen, maar die kon ik niet uploaden omdat iets met het geluid niet goed is gegaan. Dus dat was ook weer wel. Oh shit, nog een krabburg. Hebben we nou al... Voor mij hebben ze alles even toch nu. Ik weet het niet. Oh mijn god, voor mij is dit... Oh nee, ik moet maar mezelf niet gaan. Hou je motherfucking back! Lul. Oké, we gaan hier. We gaan weer terug hier. En dan gaan die andere landen gaan in. Dat is een goed idee. Plankton moet gewoon zijn kop houden. Dan moet je gaan. Plankton! Squidward! Plankton, oké. Ik hoop echt dat Patrick nog leeft. Oeh! Hey, ik keek niet eens achterom. Ow. You are murdered. Om 3 maart 2021. And your body has found by Officer Nancy 9 days later. 3 more people went missing and police decided not to... Interfere with the spot. Quit game. Ik ga nog even kijken of ik het goede einde kan krijgen. Tot zo. Oké, dat we zijn ongeveer weer op hetzelfde punt geëindigd net. Nou, hier hebben we weer, de komen net, maar ik denk dat ik gelijk dus mezelf moet omdraaien en die fucking sponge de tering in moet schieten. Wacht! Heb ik niet al 7 krabburgers? Dat kan natuurlijk ook nog. Wacht, we gaan eerst gewoon helemaal terug naar het begin, maar misschien moet ik dat gewoon doen. Dat die krabburger gewoon fake is. Dat de game... de SpongeBob mij erin probeert te luisteren. Om te laten denken dat ik nog niet 7 krabburgers heb. Dat kan natuurlijk ook nog. We gaan gewoon even helemaal terug. Helemaal terug naar het begin. Nou, Gary, ik laat jou lekker slapen, jongen. Hier, voor mij heb ik alle krabburgers namelijk al. Don't try to leave. Ah, shit. Maar ik heb die krabber natuurlijk. Ha! Hoppakee. Oh jee. Mr. Squarepants, I'm afraid you're under arrest.
You're under arrest, bitch. Do it. Do it. Ja, verdomme SpongeBob. Nou, dat was SpongeBob. SpongeBob is dood. We gaan naar buiten. Oh. Oké. Okay. Any 2 of 2. Oké, okay, we hebben het tweede einde. Oké, okay. You left SpongeBob house confused and scared. SpongeBob got what he deserved. He killed 9 people in 4 days. Never thought this would happen. I guess the demons got to him. SpongeBob's Patrick and Squidward's houses were abandoned. Bikini Bottom is tremendous. Maar Patrick's lichaam, die heb ik niet gevonden. Alleen Octo, die ene man, ja, ik weet nog steeds zijn naam niet. Dan hebben we Sandy en Plankton. Patrick heb ik niet gevonden, nee, het zal wel een goed game van, maar het mensen, dit was SpongeBob Massacre. Of ja, Sponge Massacre heet het. Niet SpongeBob Massacre, maar Sponge Massacre. Maar dit was het einde van ja, de game en het einde van deze video. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. En dan, ja, laat in de reacties weten welk hoorspel ik de volgende keer moet spelen. Misschien speel ik hem dan wel. Wie weet. Nou mensen, abonneer, like en tot de volgende keer.